Vaak wordt digitaal toetsen teruggebracht tot het tentamen, wat digitaal moet worden afgenomen. Terwijl digitaal toetsen natuurlijk veel breder is. Het gaat ook over formatief toetsen of toetsen om te kunnen leren. En daar kunnen ICT-middelen heel goed bij worden ingezet. Studenten die leven helemaal in een digitale wereld, dus je moet daar een hele digitale ervaring van maken. En als je dat één keer doet, dan heb je ook allerlei andere mogelijkheden tot je beschikking die je daarvoor niet had. Dus er is een hele wereld nog te winnen met digitaal toetsen. Onze instellingen, ook de VU, hebben echt een enorme stap al gemaakt door voorzieningen te hebben waarin je gewoon in één keer voor 600 studenten een toets af kan nemen. Maar dat is nog beperkt zelfs, want we hebben enorme cohorten. Dus dat verder opschalen, daar zullen we de komende 5 jaar nog mee bezig zijn. Ik denk zelf dat toetsing heel erg als een soort van voetveeg wordt gebruikt. Hè. Er is heel veel toetsing-bashing eigenlijk in het land. Hè. Dus zeker als je naar primair onderwijs gaat of secundair onderwijs, dan zeggen ze al die kinderen worden plat getoetst en zo. En dat heeft helemaal niks met het leren te maken. Terwijl het omgekeerde volgens mij waar is, namelijk toetsing stuurt het leren echt.